Paul Verschuren, druk aan het schaatsen. Met heel fijn ijs, denk ik, hè? Zeker. Ik wilde zeggen goedemorgen, net als Johan Verschuren, mijn oom. Maar het is inmiddels goedemiddag. Maar het is prachtig hier. We staan op het Torf en Mariehout. Ik probeer altijd als er ijs ligt als eerste erop te gaan. Ik ben er eerst erop geweest, zakte er nog door. Maar nu gaat het prima. Het zonnetje is erbij. Wat willen mensen nog meer? En dan heb ik altijd Johan in gedachten met al zijn spreuken. Hij hield van het winterweer. En hij genoot ervan. Hij zei ook altijd, er komt nog een Elfstedentocht. Ik weet niet of dat je nu komt, want er komt weer een dooiperiode aan. Maar dit was altijd zijn weertje. En als hij ging schaatsen, dan wilde hij ook als eerste zijn. En dan zette hij een grote 8 met zijn kunstschaats op de schaatsbaan. Dan wist je dat hij was geweest. Dus dat was altijd wel leuk. Maar het is echt prachtig weer, het is echt genieten. Dus leuk jullie gezien te hebben. Groetjes!